Zo. Ja. Nou, goedenavond, ik ben Nelly Sommers en ik ga vanavond het schaduwverhaal vertellen aan u. Ik ben in 2016 gestart met investeren in het bedrijf van Juninski String Technologie. En sinds juni 2020 ben ik samen met een aantal mensen eigenlijk de communicatiegroep voor Nederland. En verzorgen wij de informatie, alle nieuwe dingen over het bedrijf Skyward Community. En ook als mensen vragen of problemen hebben, kunnen wij ze proberen meehelpen op te lossen. Waarom is dit weer iets nieuws? En waarom gaan wij dit vertellen? En waarom is hier iets nieuws ontdekt, ontwikkeld? Dat komt omdat het milieu dit eist. Iedereen weet, de CO2-uitstoot is veel te hoog, zeker in Nederland. En er moet iets aan gedaan worden. Je ziet hier toen de stoomtrein opkwam, hoe milieuvervuilend dat het was. Maar daarna is de andere trein gekomen en die liep op elektriciteit. Maar inmiddels weten we ook dat dat ook niet helemaal zaligmakend is. En nu heeft een man eigenlijk iets nieuws ontdekt. En daar ga ik u straks iets meer over vertellen. Maar omdat het milieuprobleem zo groot is en de vervoerswereld daar zoveel aan bijgedragen heeft, weten we ook hoe erg dat het kan zijn, zoals in bepaalde steden in de Aziatische landen. Wij hier in Nederland hebben dan nog een groot voordeel dat wij niet in de smog lopen en al met mondkapjes op moesten lopen toen het nog niet nodig was. Een man, de heer Anatoly Juninski, heeft dit jaren geleden ook gezien. En hij heeft een bedrijf opgericht, Juninski String Technologie. En daar werkt hij al meer dan 40 jaar aan een oplossing. Hij is in 1978 begonnen en nu, 2021, is hij bijna zover dat hij de oplossing ook kan implementeren in elk land die het maar wil. Dit is hij. De heer Anatoly Juninski. En links ziet hij hoe hij er nu uitziet. En daarnaast is het in zijn jonge jaren. En daarnaast ziet u een rail waar een vrachtwagen eigenlijk omhoog rijdt. Dat was zijn eerste test in de 70e jaren. En dat was ook goed gelukt. Hij wilde het vervoer naar het tweede niveau brengen. In middenonder zie je dat nog een beetje duidelijker. Want op de grond is het veel te veel plaats beslaan, maar ook gevaarlijk. Dieren, milieu, alles eigenlijk. Dieren worden doodgereden en ook mensen zitten in dode hoeken van vrachtauto's. En gebeuren de grootste ongelukken, ook op wegen. We horen het elke dag weer. Daar wilde hij iets aan doen, want bij hun was het natuurlijk ook heel erg. En dit is de man die daar 40 jaar aan gewerkt heeft. Hij heeft verder een hele grote staat van dienst, want hij heeft ook aan twee projecten meegewerkt van de Verenigde Naties. En hij is lid van de Cosmonautische Federatie van de USSR. Hij is ook auteur van 140 uitvindingen, 18 monografieën en meer dan 200 wetenschappelijke projecten. Hij is verder onderscheiden met gouden medailles, diploma's heeft hij gekregen en de internationale prijs Golden Charlotte. En die werd eerder in 2009 en 2011 uitgereikt en die heeft hem ook in het jaar 2018 gekregen. En daar ziet u rechts het middelste plaatje, dat is die prijs met een diploma erbij. En het onderste plaatje, daar laat hij het zien op de open dag in het park, het eerste testpark wat hij toen geopend had en waar de mensen mochten komen bezoeken om te kijken. En dan heeft hij heel trots daar dat beeldje laten zien. Ik was daarbij, ik heb het gezien, het was echt geweldig om mee te maken. Maar omdat het milieu wereldwijd eigenlijk een probleem is en hij iets nieuws ontdekt heeft, namelijk op pilaren bouwen in de lucht met die rail, die is hier iets gemoderniseerd tegenover wat we daarnet zagen, is het wel dat er veel minder ruimte verbruikt. En de kolommen die zijn gebouwd, die zijn erg smal, maar de wagons, moet eens kijken hoeveel dat er eigenlijk op een kleine ruimte kunnen reizen. En dat is een groot verschil met op een weg. En hierna komen een aantal afbeeldingen van modellen die al ontwikkeld zijn. Er zijn verschrikkelijk veel modellen ontwikkeld en er zijn patenten voor afgegeven. Als je dan kijkt linksboven,
De eerste drie zijn passagiersvoertuigen. Daaronder zijn ook een aantal passagiersvoertuigen, maar in het midden ziet u drie plaatjes met verschillende manieren van containervervoer. En daar ga ik u zo meteen meer over uitleggen. Maar wat kan u hiermee bereiken om dit te doen? Daar heeft u nogal veel geld voor nodig. En waarom zou je dat doen? Nou, ten eerste krijg je een beter leefmilieu voor dieren. Maar ook het transport voor pallets en containers wordt veel versneld. De files kunnen hierdoor opgelost worden. Geen vrachtwagens meer die allemaal op de weg zijn. En alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie, wat op dit moment, wat we allemaal weten, heel erg belangrijk is. Daarvoor is weinig personeel die dit al kent, maar daarom hebben ze ook een eigen opleidingscentrum opgericht voor medewerkers, om hun te leren hoe dit systeem werkt. Want het is een heel andere manier van ontwikkelen als het traditionele wat er nu is. En daarvoor zijn ook al studenten afgestudeerd in Minsk, in Belarus, maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten. Want daar is een samenwerking mee, kom ik later ook op terug. Maar daar zijn dus ook in de Emiraten al studenten afgestudeerd. Nou zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar dit is niks nieuws. Dit bestaat al lang, want daar en daar. Nou, in Duitsland is zoiets gebouwd. En daar hebben ze poging ondernomen om een soort weg ondersteboven aan te leggen. En dat is ook in China. En dan hebben ze alleen de wielen aan de bovenkant gedaan. Maar het vervoermiddel verbruikt nog altijd de fossiele grondstoffen. De benzine of de diesel. En dat is waar we vanaf moeten. We moeten geen fossiele grondstoffen meer uit de grond willen halen. En dat is heel belangrijk. Dus dit is inderdaad, dit bestaat. Maar op een hele andere manier als wat ik zo meteen uit ga leggen. Dan zeggen ze, ja, maar in Zwitserland, bij de wintersport, daar zitten we ook altijd al in die gondels. Dat klopt ook, maar dat is ook niet met een energieaandrijving. Die zitten aan een kabel. En die kabel die wordt rondgetrokken. En dus er zit totaal geen motor in. De kabel wordt rondgetrokken. En zodoende gaat de wagon naar boven toe en weer terug naar beneden. Maar het is ook nog eens heel gevaarlijk, want we weten allemaal dat er een tijdje terug een zwaar ongeluk mee gebeurd is. En dat gebeurt regelmatig. En er is op dit moment nog geen oplossing voor. Maar dat is dus wel met het systeem wat ik u nu laat zien. Want elk voertuig heeft een eigen motor en ook een eigen spoorstructuur. En het motto van dit is om de problemen op te lossen, maar ze niet te gaan creëren. Het is zeer veilig, milieuvriendelijk, goedkoop en snel, maar ook nog eens eenvoudig te integreren in de bestaande wegen die er nu zijn. Dit project is in feite bedoeld om ons transport- en milieuproblemen in deze tijd op te lossen op de mogelijkheden die er nu zijn. Dan zie je er onder de plaatjes, links zie je een unicar, in het midden een transportband en rechts zie je een unitruck. Dat is voor de industrie. Hoe bouwen ze dit? Dus even voor jullie om te laten zien wat een voordeel dat het is als het op de manier is hoe het Skyworld Community systeem werkt. In eerste instantie wordt er van A naar B normaal aardoppervlak glad gemaakt, van het ene punt naar het andere punt. Dus een rivier is er dan niet meer en een berg wordt ook zoveel mogelijk afgegraven. Daardoor is de dieren die daar wonen, de flora en fauna, die verandert zo. De dieren die moeten verhuizen en de plantjes zijn weg. Maar dan is wel de weg geëgaliseerd om verder te kunnen bouwen. Daarvoor gaan ze een 2 meter brede, meerlaagse spoorstructuur aanleggen. En dat moeten ze voor de heen- en terugweg. Dus er moeten er 2 minimaal naast elkaar of meer als de meerdere trajecten alle kanten heen moeten. Zoals we weten hoe dat ooit een knooppunt in elkaar zit. En daarna legt men de rails eroverheen, zodat het rollend materiaal er overheen kan. En wat doet Uninsky Stringtechnologie? Die laat de wegbedding in de bedding zo en die maakt een structuur op het tweede niveau. Het eerste niveau is dus de weg waar wij op rijden. Het tweede niveau is in de lucht. En dan kunnen ze dus de zware grondwerken vermijden, want men kan ook vanuit de lucht bouwen. Dat laat ik zo meteen ook zien. Maar daardoor worden dus geen dieromgeving en planten
vernietigd. Men gaat de zware steunen hoeven niet te bouwen. Men gaat ook dunne, smallere steunen bouwen, zoals ik u dat straks heb laten zien. En dan kan men daar een kabel overheen trekken. En die kan men strak trekken naar een station waar men het kan verankeren. Ze hebben dus helemaal geen zware, dure ondergrond nodig. En de structuur, de kabel die ze trekken, dat zijn getwiste snaren. Dus een snaar die wordt eerst eenmalig getwist. Dan pakt er een aantal van die getwiste snaren bij elkaar. En die worden ook nog eens in elkaar getwist, gedraaid, om het zo maar te zeggen. Dus dan krijg je een hele sterke snaar. En het is een beetje te vergelijken in het klein met een gitaar. Daar doen ze eigenlijk ook hetzelfde mee. Die gitaar worden ook de snaren op een gegeven moment gespannen. En dat gebeurt hier ook. De uiteinden worden of in een grondgedeelte vastgezet of van A naar B naar een station. Stations kunnen ook altijd als laatste ankerpunt dienen. Dus dat is het beste om telkens in de station zo te werken. Maar ook de steunpilaren die ertussen zitten, zijn ook niet allemaal nodig. Men kan al steeds langere afstanden gebruiken om van een pilaar neer te zetten. Op dit moment is de langste afstand, in eerste instantie wisten we 200 meter. Op dit moment zijn ze al tot 288 meter, geloof ik. Maar die snaar die is doorgebogen. Maar dat is niet nodig. Voor zwaarder vervoer moet het ook sterk zijn. En dan doen ze er een hard omhulsel omheen. Zoals dit. Dan zie je eigenlijk het harde omhulsel wat er omheen zit. En de snaren zitten erin. En dan zie je dat ze ook nog eens in een materiaal zitten. Dat kom ik later ook op terug. Dat is om de erosie tegen te gaan. En het is ook nog eens nodig om te zorgen dat het goed beveiligd is. Er zit dus ook een heel goed ontsporingssysteem bij. Je ziet bovenin over de rails loopt het patentgedeelte van de motor. En aan de zijkant in de oranje cirkel, daar is het ontsporingssysteem in verankerd. De wagon kan dus nooit eruit vallen, want hij zit er helemaal in tussen de kabels ingeklemd. Maar ze kunnen de belasting op de spoorstructuur nog veel meer verminderen. Door, als het voor korte afstanden, geen lange trein te nemen. Want dan duurt het ook lang voor de mensen erin zitten. Maar allemaal korte treinen. Ze kunnen het dus onderverdelen. En daardoor is de belasting op één punt niet zo hoog. Maar is het ook beter verdeeld. En daardoor hoeven er ook weer niet zo'n zware constructies gemaakt te worden. En de zelfrijdende rijtuigen hoeven ook niet één keer per uur te rijden, maar als het nodig is, kan men elke 10 seconden een wagon wegsturen. En dat kan door de moderne ontwikkeling van de computertechnologieën, die volledig geautomatiseerd alles kunnen maken. Dus de logistieke problemen zijn daardoor ook heel gemakkelijk op te lossen. Maar het snaartransport past gemakkelijk in zowel het natuurlijke landschap als de stedelijke infrastructuur en de steunen die dus gebouwd worden in een stedelijke infrastructuur die al bestaat, is ook heel makkelijk, want een fundering van een flat bijvoorbeeld hoeft niet verstevigd te worden. Men kan een station in een flat maken en dan voor, daarvoor en daarachter een pilaar maken en dan de bekabeling dus door een verdieping heen halen. Dan kan men een station, een opstapplaats maken en dan heeft een flat totaal geen belasting op hun fundering en kan men in een woontoren eigenlijk zelf instappen en uitstappen. Er zijn dan ook geen auto's meer nodig. Men kan op den duur straks in de toekomst zelf ook zo'n wagon hebben die je kunt opvragen en dan komt die rechtstreeks om je van A naar B te brengen. En hier hebben we de drone. De vliegende drones die kunnen vanuit de lucht gaan bouwen. Dus in een berg moeten nu zware machines naartoe om een wegbedding aan te leggen. Maar dat is hier helemaal niet nodig. Deze drone die kan op dit moment ongeveer 650 kilo tillen. Maar men weet dat ze het kunnen verder doorontwikkelen tot een 1500 kilo. En met 1500 kilo om zo vanuit de lucht te bouwen, dan bespaart men ook heel veel grondverplaatsing wat niet nodig is op moeilijk begaanbare plaatsen. Of zelfs op plaatsen waar men helemaal niet kan komen, is het alleen mogelijk om via een drone te bouwen. En dat kan dan.
Er zijn verschillende soorten spoorstructuren, drie. Eentje de doorgezakte spoorstructuur en dan de harde spoorstructuur en de dubbele spoorstructuur. En als je dan kijkt, de doorgezakte spoorstructuur, de bovenste, linksboven, die ziet eruit zoals je rechtste plaatje ziet. En om een beetje de vergelijking te geven, die bril die erop ligt, dan ziet u hoe smal zo'n structuur is. Maar er kan een hele wagon aan hangen waar een 14-tal mensen in zitten. Dus dit is zo verschrikkelijk sterk. En dat komt door die bekabeling die erin zit. En de dubbele spoorstructuur, die zie je links ervan. En dan zijn er ook nog buizen waar ze een of andere informatie erheen kunnen sturen. Maar dit is eigenlijk hetzelfde, die bekabeling. Die is hetzelfde als waar men nu ook de bruggen van bouwt. Ook wolkenkrabbers. Maar ook rails en elektromotoren en wielmotoren en in andere technologieën. Overal wordt op het moment heel veel van die voorgespande snaren gebruikt. Maar om dan het energieverbruik even te vertellen, dat scheelt ook nog zoveel, want zodra een auto gaat rijden, dan hebben ze een luchtweerstand, die worden altijd getest in een windtunnel. En dan zie je hier dat de wind er aan de voorkant tegenaan gaat en die gaat er heel mooi overheen, maar aan de onderkant botst die. En die er aan de bovenkant overheen gaat, die komt toch met een klein beetje lucht van de onderkant. En dan krijg je een soort werveling achter een auto. En dat houdt natuurlijk de snelheid tegen, dat je niet zo snel kan. Maar als we dan kijken naar de Uniflash, de bovenste, de wagon van Skyway. De Uniflash, die is getest in de windtunnel. En dan zie je dat de wind er overheen kan gaan, maar hij kan er ook onderdoor. Want er is geen weg. Dus hij kan vloeiend erboven en eronder langs. En achter gaat hij ook weer vloeiend weg. Je hebt dus nooit geen luchtweerstand aan de achterkant. En dan zie je ook het verschil nog eens in verbruik voor de auto en voor de Uniflash. Dat er ook nog een verschil is. Het Skyway vervoer op het tweede niveau wordt dus totaal niet beïnvloed door de wervelstormen achter een auto. En dit is dus de Uniflash. En die is te bezichtigen geweest op de InnoTrans in Berlijn in 2019. En die was in werking te zien ook in dat jaar in het Ecopark in Minsk. Alle voertuigen hebben ook specifieke aerodynamische eigenschappen met een geautoriseerde, automatiseerde controle. En hiernaast zie je twee voertuigen en de berekening van de brandstof met hoe dat het energieverbruik is, hoe dat de Uniflash stringtechnologie het maakt. En dan zie je met een wagon, die twee, daar zit de Uniflash en je ziet de wagon. In de wagon kunnen 14 mensen en in de Uniflash 6. En als ze allebei een afstand afleggen van 100 kilometer. En de linker wagon die kan een snelheid halen van 150 kilometer per uur. En de rechter van zelfs 500 kilometer per uur. En als je dan het energieverbruik kijkt, die heeft voor 100 kilometer heeft die linker 1,2 liter nodig. Maar de rechter op benzine bijvoorbeeld 9,3 liter. Maar doordat hij nu op de ontwikkelde energie rijdt, is dat 0,12 of 0,93. Dat is een heel groot verschil. Per persoon dan, hè? Per persoon verbruikt hij dus 0,12. En als je de afzet tegenover de 1,2 liter per persoon, dan tikt dat heel hard door met 14 mensen. En ook voor de 6 mensen is het toch nog heel veel als je de conventionele vloeistof gebruikt. Maar door de eigen ontwikkeling van de motor waar patent op zit, die motor zit in alle voertuigen van Uniflash stringtechnologie. En die motor die kan ervoor zorgen dat hij de eigen energie opwekt en veel minder verbruik daardoor heeft. Maar daarvoor, voordat je de markt gaat betreden, moet elk voertuig ook nog eens getest zijn. En niet aan één test, aan heel veel test. Op onderdelen en ook op het totaal. En dan op de uitvoering als je aan het rijden is, wat die allemaal moet kunnen, wat die moet kunnen ter beveiliging. En daarvoor zijn allemaal documenten. En die bevestigen dus ook dat het getest is door een bedrijf wat niks met Uniflash stringtechnologie te maken heeft. Een buitenbedrijf gaat altijd natuurlijk dit soort testen uitvoeren. En die geven de goedkeuring als het goed is. En hier ziet u een aantal van die certificaten, patenten en onderscheidingen die er allemaal aan gekregen zijn. Dit is een kleine greep uit de vele die ze hebben.
Het is niet 1/10 van alle documenten die je hier ziet. Ze hebben er zoveel, meer dan 100. En dan zie je ook in 2019 is Skyway een van de experts in het VN-programma geweest voor duurzame ontwikkeling. En daar zie je boven linksboven nog een keer het plaatje met die paardjes. Maar linksonder is het certificaat wat ze daar toen gekregen hebben. En rechts stond er dit. En dat wil zeggen, even een pijltje erbij, ze staat bij de pijl Brussel 16-2-2018. Dus op 16 februari 2018 is Chininski Stringtechnologie lid geworden van de grote internationale organisatie, de Internationale Association of Public Transport. Dit is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen. En Chininski Stringtechnologie is één van deze bedrijven. Hoe geweldig is het dat wij in dit bedrijf mee kunnen draaien en dat wij hier een stukje eigenaar van zijn. Maar heel veel mensen die wat technisch zijn, die zeggen, ja, maar dit kan niet, want dit en dat, zo, het klopt niet. Nou, dat kan allemaal bekeken worden. Ik ben niet technisch, maar mensen die technisch zijn, als je in het account gaat, kun je dit soort formulieren vinden. Daar staat alles precies uitgetekend en berekend. En dan kunnen mensen die technisch zijn, kunnen hier hun hart ophalen, want die kunnen heel veel informatie eruit halen. Dat ze zien van, dit klopt echt. Alles is openbaar, je kunt alles zien. Hier is niks geheim, alleen de patent in de motor, dat zie je niet. Maar je ziet wel de berekeningen, dat het allemaal kan kloppen. En wij, die kunnen, krijgen eigenlijk ook via het rsw-systems.com site, kunnen wij ook gaan kijken wat er telkens weer de nieuwste ontwikkelingen zijn. Telkens plaatsen alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn op de site van de RSW. En daar kunnen wij ook gaan kijken. Dit zijn een aantal modellen. Rechts ziet u de modellen zoals ze in het begin getekend zijn via de computer, want dit gaan we maken. Inmiddels zijn ze ontwikkeld en dan ziet u links de echte foto's. Die zijn allemaal gemaakt op het park in Belarus. En dan zie je van boven naar onder, boven in de Uniwind, dat is voor één persoon. Daarna daaronder de Unibike en daaronder de twee bij elkaar, dat is de Unicar. En daaronder zie je nog een andere Unicar, daar kan men in staan. Dus dat is nog een ander model. En hier hebben we nog een aantal modellen, dus daar zie je nog een Unibus. En daaronder zien we die lange witte met die punten voor en achter, dat is de High Speed Unibus. Die werd eerst zo genoemd, maar die hebben ze inmiddels omgedoopt naar de Uniflash. En dan de laatste twee, dat is voor de industrie. Dat is de Unitruck, de bovenste daarvan. En de onderste is de Unitrans. Dat is een lopende band waar men kiezelstenen of ijzererts of wat dan ook op kan gooien dat uit een mijn komt. En dat kan zo via een transportband naar een fabriek toe vervoerd worden. Maar dan hebben we nog een paar modellen. Hier zien we bovenin de containervervoer. En men heeft het in eerste instantie getekend in de op de computer met een container op een ponton. Maar inmiddels is men erachter gekomen dat het nog veel goedkoper is voor te maken en te vervoeren en voor bedrijven om de verplaatsingen minder handelingen te doen. En kan men een hangend vervoer, dus men pakt aan de bovenkant een container vast en die kan men zo meenemen. En het mooie ervan is, het is zo goedkoop. Als je gaat kijken, kost die $1 per 100 ton per kilometer vervoeren. Dus dat is voor bedrijven heel goedkoop om zo'n container op die manier te laten vervoeren tegenover het conventionele wat ze nu doen. Dan zie je in het midden de Unitruck en daaronder zie je nog een Unitruck U431. En dat zijn twee verschillende modellen die ontwikkeld zijn voor een bepaald bedrijf die iets speciaals had. En dan als mensen ervoor willen betalen, de bedrijven, dan wordt dat ontwikkeld en dan gaat men daarmee verder. En daaronder ziet u nog een keer de transportband voor het vrachtvervoer. Maar om dan te kijken wat de kosten zijn, want men gaat toch vergelijken hoe is het nu en is dan het voordeel om op deze manier hier een investering in te doen. Nou, de bouwkosten, als je dan kijkt, het linkse drie staatjes, dan zie je het Skyway gedeelte is bouwkosten een klein beetje blauw. Maar als je dan kijkt naar de trein en het vrachtvervoer, dan zijn de bouwkosten al stukken meer. Maar het milieuvervuiling is nog een ander verhaal. Want als je dan kijkt bij die drie pilaren,
plaatjes, dan zie je Skyway blijft ongeveer hetzelfde milieuvervuiling als bij de bouwkosten. Maar bij de trein en met de vrachtauto is helemaal erg, dan gaat ineens die lijn helemaal vol. En dan zie je rechts, vooral het onderste van de vrachtauto en de trein daarboven, dat het een vervuilend vervoer is. En als je dan nu kijkt, dan zie je met het Skyway Gnienske stringtechnologie ontwikkeling, dan zie je een heel mooi schoon vervoermiddel. Dit is in het park, want heel veel mensen zeggen, ja maar, als zo'n wagon ergens stil blijft staan, wat dan? Nou, hier zie je dat dan een volgende wagon die kan komen en die kan aankoppelen. En dan kunnen ze een wagon naar het volgende station duwen of ze trekken het terug naar een station. Men kan er in ieder geval mee vooruit of terug uit, kan alle kanten op. Maar men kan een wagon naar een volgende station duwen en daar kunnen passagiers gewoon uitstappen. Als je hier op dit plaatje even kijkt, we weten er nog niet veel van, maar daar gaan we waarschijnlijk in de komende maanden meer van horen. Helemaal bovenin, achterin, zie je een stukje van de vijver en daar zie je gebouwen die daar gebouwd worden. Daar weten we verder nog niet veel van, maar daar is nog meer ontwikkeld. En dat zullen we in de komende maanden waarschijnlijk wel te horen krijgen. Maar ik vond het heel leuk dat ik hier een plaatje had waar ik toch even kon laten zien van... Hier gebeurt meer en daar gaan we straks in de toekomst meer over horen. Want wij weten dat er de eerste commerciële lijn die gebouwd gaat worden, die gaat daar ergens langs. Nou, en dit is een van de lijnen die straks waarschijnlijk ook gebruikt worden om verder ergens te bouwen. Bovenin kan de Uniflash en onderin een Unicar voor passagiersvervoer. Daar ziet u achterin een station, kan men opstappen en gaan reizen met deze verschillende vervoermiddelen. De onderste kan in een stad tot 150 km per uur, maar de bovenste die kan bijvoorbeeld van stad naar stad gaan. Dus die heeft een langere tijd om van A naar B te gaan en die heeft er 10, 20, 30, 40 kilometer voor nodig. En die kan dan zijn snelheid ontwikkelen tot 500 kilometer per uur. En dan ben je heel snel, bijvoorbeeld in Nederland, van Amsterdam naar Parijs. Dan ben je in een uurtje of anderhalf ben je daar. Dan kun je op een gegeven moment zeggen, nou, ik ga in Parijs werken en ik ben vanavond weer thuis en morgen vroeg ga ik er wel weer naartoe. Het is gewoon een heel andere manier van vervoer, maar ook een heel andere manier voor ons straks van leven. Want dit gaat gewoon heel snel. En dan erbij is het zuinig en zeer milieuvriendelijk. Er zijn twee prioriteitsrichtingen. De eerste is dus voor personenvervoer. Op dit moment met 25 zitplaatsen. Maar men is ook al aan het ontwikkelen tot 250 zitplaatsen. En dan heb je het industrievervoer, de Unicons. Dat zijn de containertransportvervoer, het hangend vervoer voor containers. En dan ziet u links dat zelfs men... buiten havens in de zee een aanlegplaats kan maken voor schepen en dat er met de verbinding, men kan de pilaren tot 50 meter diep in de grond zetten en er is ongeveer 10 tot 20 kilometer buiten de kust vandaan, kan men zo'n container overslagplaats maken en dan kunnen containers op zo'n ponton gezet worden en die kunnen naar de haven toe of naar het achterland rechtstreeks, naar zelfs een fabriek als die continu aanvoer moet hebben. Dus dat is heel mooi. En in het midden ziet u de hangend vervoer en rechts ziet u de mensen die er aan het werken zijn. Dan zie je dat ze alles op een computer kunnen zien hoe het allemaal bewerkt moet worden. Elk schroefje, elk moordje kunnen ze zien. Het geluid. Want dat is ook nog heel belangrijk. Als het heel langzaam gaat, hoor je hem totaal niet. Je hoort hem niet aankomen. Maar een wagon die wat harder gaat, dan vond men bij Gnienske stringtechnologie dat het te veel geluid gaf. En ze wilden gewoon stil vervoer dat ook in de natuurgebieden de dieren er geen last van hebben. En daarom hebben ze een bedrijf ingeschakeld om te kijken of er nog het geluid verminderd kon worden. En dat is gebeurd. Ze hebben dus het derde type geluid, om het zo maar te zeggen, het aerodynamische geluid, hebben ze nog kunnen verminderen. En dat is het absorberen van geluid. En dat is nodig voor het heel zware vervoer, maar ook voor de... Hé, hij gaat niet meer verder. Nee, dat doet niks meer.
Even, ja, hij doet het weer. Dus voor hele zware vervoerwijzen hebben ze het nodig om het geluid te verminderen. En dan kunnen ze het laagfrequente geluid van de spoorwielen kunnen ze naar beneden halen. En dan, daarvoor passen ze trillingsisolatoren toe. En dat zie je rechts in die rode rondjes. Daar zie je de trillingsisolatoren zitten. En in dat rondje onder, daar zie je ook nog schroeven. Die schroeven zorgen ook nog voor dat er ook nog meer geluiddemping gewonnen kan worden door dat los van elkaar te koppelen. Dan zie je hier eigenlijk het hoofdankersteun en de gewone steun zijn geïsoleerd van elkaar. Maar dat is ook heel erg goed nodig, omdat elke rail een longitudinale kracht van enkele honderden tonnen heeft. En daar zit ook nog eens een spanning op van 1000 watt. En ik heb het even opgezocht voor mensen die dat woord niet weten, want ik wist dat in eerste instantie ook niet. Maar dat zijn verticale krachten, dwarskrachten en langskrachten. Dus er zit heel veel kracht, kun je zo wel begrijpen, dat er op zo'n container zit en op de spoorstructuur. En dat kan men dus verbeteren door met de schroeven en met dat gele gedeelte ertussen uiteindelijk ook de isolatie ervan te gebruiken. Dan is er de Innotrans geweest in 2019, begin 2019. En daar hebben we, Skyway kan zich ook daar presenteren op die beurzen. En als je dan hier kijkt, de foto linksonder, dan zie je, dat zijn een paar vertegenwoordigers van een Zwitser kabelbaanstand. En die snappen er niks van, want die kijken naar de stand van Skyway. Rechts in die vier blokjes, het rechtste is de stand van Skyway. Hier zie je het even niet zo druk, maar als je helemaal onderaan hier op de pagina kijkt, zo druk was het heel dikwijls op de stand van Skyway. Maar ik heb even dat andere plaatje daar bij die vier gezet, want dan kun je zien dat er achter zie je de, achterin zie je de high-speed Unibus of de Uniflash staan. En men heeft dan voorin een balie. En in het midden, als je, ja, ik weet waar het staat, maar in het midden is een rij en dan zie je de, alle rails op staan, die hebben ze daar tentoongesteld en de motor zagen wij. En rechts is nog alles in het miniatuur. Maar je ziet hoe druk dat het is geweest. En die mensen van die Zwitserse kabelbaanstand, die snapten er niks van. Want bij onze stand was het zo verschrikkelijk druk en bij hun was niemand. Ze hebben heel goed kunnen kijken wat wij hadden en hoeveel klanten er elke keer kwamen kijken. Heel mooi. En we mochten er ook in zitten. Elke bezoeker mocht erin kijken. Deuren konden open, dicht, je kon erin zitten en dan kon je kijken wat het allemaal was. En je, daar ontdekten wij dat je de stoel op verschillende onderdelen los van elkaar kon verstellen. Je kon achterover hangen, je kon de stoel wat hoger, lager naar voren zetten. Het was gewoon heel erg mooi. Dus op lange afstanden kun je in zo'n Uniflash gewoon heel relaxed zitten en rijden. Of meer rijden, om het zo maar te zeggen. Maar je kon ook, zoals een schermpje in, dat je kon zien in welke omgeving dat je rijdt. Want om opzij door een raampje heen te kijken, dan zie je niks. Maar voor en achter zit er ook een camera. En dan kun je zien waar je erheen rijdt. En zo kun je zien dat je door steden, bossen, bergen rijdt. Of woestijnen of wat dan ook. Het is gewoon heel erg mooi. Dit is zo'n motorwiel. Dan zie je de hand van die man, hoe groot dat die is en hoe het verschil met de motorwiel. Dat is gewoon een heel groot verschil. We konden er binnenin niet in kijken. Daar binnenin zit dus het patentgedeelte, wat wij niet weten. Dat is ook helemaal niet zo erg. En dan naast het plaatje heb ik even in het klein nog een keer de rail gezet, waar ook de Uniflash op stond. Je ziet, als je goed kijkt daar achterin, zie je dat de Uniflash ook met zijn wielen op zo'n rail stond. En boven in het bovenste gedeelte van de rail hebben ze nog een plaat overheen gedaan, omdat wij in eerste instantie was het tot 50 jaar dat het gegarandeerd was. Maar men wilde langer, men wilde tot 100 jaar gegarandeerd hebben dat er geen slijtage was. En dat kan. En de voordelen, de voordelen zijn dus vooral de compactheid en de kracht, maar ook zeker het lagere energieverbruik. Want door de minimale rolweerstand van het stalen wiel op de stalen rail, en dat zie je hier, is het dus met die staal op staal wrijving dat er minder verbruikt wordt voor de energie. Veel minder dan bij auto's.
Het is zeker een energiebesparende oplossing en met de elektromotor, die deels op zonne- en windenergie ook nog aangedreven wordt, is het gewoon een hele goedkope oplossing om zo te reizen. De rail zelf heeft dus een gegarandeerde duurzaamheid van 100 jaar en het voorkomt corrosie door de 8 voorspannen draden die zitten in een zijn omhuld in een polymeeroplossing om deze te beschermen tegen zware omstandigheden. Zal ik even teruggaan nog, dan zie je deze in het midden, die 6 kabels, die zie je in een oplossing zitten, zitten helemaal stevig vast erin, in een polymeeroplossing. En dat maakt het allemaal heel sterk. Daaromheen zit dan ook een ijzeren omhulsel en eroverheen nog de zware, slijtvaste, harde laag voor de wagon om ermee te gaan rijden. Dus ja, en dat is wat je hier dus ziet. Normaal zien we dit niet, maar hier hebben ze echt heel mooie foto van kunnen maken om ons te laten zien hoe mooi dat er werkt. Wat zijn de voordelen? De voordelen van U-Sky, transport en de infrastructuur wordt onderscheiden door zijn hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in het personen- en het vrachtvervoer. Het is bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Het is betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En dat is gewoon heel belangrijk. Het is gewoon heel veilig. En de extreme luchttemperaturen heeft men dus kunnen meten in Minsk in Belarus, want daar kan men tot min 50 of 60. En in de Verenigde Arabische Emiraten is het juist andersom, daar gaat men tot plus 50, 60. En dat wordt ook gegarandeerd. Dus dat is heel mooi. En wat betreft de milieuvriendelijkheid, door de verhoogde route is het heel goed voor het dierenmilieu en alle natuurgebieden. Deze baan van vervoer die vernietigt geen vruchtbare grond, maar ook de vegetatie op de grond en de planten die er groeien, die hebben alle vrijheid, om het zo maar te zeggen. De trekroutes van dieren kunnen ook niet geblokkeerd worden en er zijn daardoor natuurlijk ook veel minder vrachtauto's op de weg. Dan heb ik hier een mooi plaatje, heb ik gebruikt van Earl, mijn collega. En die werkt ook met een app, daar is hij mede tester van, voor te kijken. Dit is een echte omgeving bij hem in Nijmegen. Deze weg kent denk ik bijna iedereen wel. Dat is de toegang naar de A73 of de N73. En de toegangsweg naar Eindhoven, Nijmegen in Rijden. En dan zie je die vrachtauto's daar met kleine auto's ertussen. En wat als daar op een gegeven moment de container boven de weg komt? Dan kunnen al die vrachtauto's weg. Hebben de gewone auto's meer ruimte? Maar als je het rechtse plaatje kijkt en mensen kunnen reizen met een unibus, dan zijn er ook een hele hoop van de gewone auto's, die zullen ook verdwijnen. En men kan gewoon hierin uitstappen. Het vervoer kost ook niet veel. Tegenover nu is het heel duur. Maar dit vervoer is mij verteld dat het per 100 kilometer rond de 8 à 10 euro gaat kosten. Nou, dat is goedkoper dan dat je zelf een auto op de stoep moet laten staan. Met dank aan Earl dat ik die foto's heb gekregen. Maar hier zie je het testpark toen men het gekregen had. Men heeft een oud, vervuild militair terrein gekregen in Minsk. En dat hebben ze dus eerst helemaal moeten afgraven en schoon moeten maken. En daar hebben ze een plan op gemaakt wat ze hier gingen bouwen. En als je dan kijkt, daarachter zie je een vijver. Rechtsbovenin is een vijver. En als je dan een plaatje kijkt hoe het er nu is. Dit is in 2015, dit plaatje. En hier rechts zie je hoe het nu is. Linksboven zie je 2016, wat de tekening was, hoe ze het gingen maken. En hier rechts zie je hoe het er nu uitziet. Of hoe het er nu uitziet, hoe het er in 2019 uitzag. Want het gedeelte wat ik daarnet zei, van waar ze nu verder aan het ontwikkelen zijn, dat kun je nog niet helemaal zien. Maar ook bij die vijver is heel anders van vorm geworden. Ook daar is al heel veel veranderd en dat gaan we in de toekomst ook zien. Op dit moment mag men nog niks naar buiten brengen, doordat ze een afspraak hebben met de Arabische Emiraten, die alles als eerste naar buiten mogen brengen en daarna mogen wij dit pas naar buiten brengen. Dus wij weten verder nog niet veel, we hebben wel wat plaatjes, maar ik denk binnenkort, zo gauw als de World Expo is begonnen, dan zal het voor ons ook wat makkelijker zijn om wat meer te mogen vertellen. Dit is het kantoor van Skyway.
Rechts is het nieuwe kantoor. Eerst was er een kleiner kantoor. Nu hebben ze sinds kort een nieuw kantoor wat helemaal voor Juninski stringtechnologie gebruikt wordt. U ziet ook het logo er rechtsop staan. En linksbovenin zie je helemaal de naam Juninski stringtechnologie. Dat is de officiële benaming van het bedrijf. En dat staat in Minsk in Wit-Rusland. Ze hebben ongeveer in 2019 1000 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. En ze hadden 80 afdelingen en ontwerpbureaus waar verschillende dingen ontwikkeld werden en getekend werden. En de totale oppervlakte aan kantoor- en productiefaciliteit is meer dan 10.000 vierkante meter. En hier hebben we de productiefaciliteit. En dan zie je linksboven het blauwe gebouw. En links naast het blauwe gebouw, een heel waar ik de pijl bij heb gezet, een kleine ruimte waar men iets kon bouwen. Maar dat hebben ze afgebroken. En rechtsboven, de pijl die daar naartoe wijst, hebben ze een hele grote fabriekshal gebouwd, waar nu de productie gebouwd aan het worden is. En die fabriekshal is inmiddels al meer dan een jaar klaar. Dus dat is heel mooi. En dit zijn alle modellen die in Minsk te zien zijn. Die hebben we op de open dag ook kunnen zien. Bovenin dus de Uniflash. Die kan tot 500 km per uur. En alle andere modellen die je ziet van groot naar klein, die kunnen de 150 km halen. In september 2018 is men ook begonnen met het Skyway Innovatiecentrum in de Verenigde Arabische Emiraten. In het Emiraat Sharjah. Daar hebben ze de ontwikkeling van een technopark mogen maken dicht bij een universiteit, zodat ook studenten hier konden komen om te leren en te kijken. En rechtsboven is een ecohuis, wat men getekend heeft hoe ze het wilden. En links zijn twee plaatjes van een maquette, die wat er allemaal moet komen, is eerst in klein getekend. En dan ziet u rechtsonder het ecohuis wat klaar is. Dat kleine plaatje links is het ecohuis toen het in aanbouw was. En nu staat het ecohuis klaar, een rondonde ervoor. En dat wordt gebruikt om straks met de World Expo. Staat daar in dit ecohuis staat een hele opstelling van het systeem voor Skyward Community. Van Juninski Stringtechnologie, sorry, ik zeg het verkeerd. Van Juninski Stringtechnologie, hoe dat alles werkt en hoe het allemaal gaat. Wij hebben er al wel een plaatje van gezien. Maar dan gaan we de volgende keer pas laten zien, denk ik. Ja. Heb ik nu nog niet. Dit is het park in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is een en al woestijn. En dat is men daar aan het ontginnen. Dit is de eerste lijn die daar gebouwd is. Dan ziet u achterin een station in aanbouw. En links onderin ziet u het station dat het klaar is. Vanaf het station naar de eerste pilaar is 100 meter. Tussen de twee pilaren is 200 meter. En dan vanaf de laatste pilaar terug weer naar een ander station is weer 100 meter. En dit is de eerste testroute waar alle tests op gedaan zijn. Waar dus de passagiersvervoer getest is, maar ook het containervervoer. Dat zie je linksonder. Men is op dit moment ook heel hard het containervervoer aan het testen. Doordat we in een verschrikkelijke pandemie terecht zijn gekomen, heeft men niet veel kunnen bouwen en af kunnen maken wat men wilde. Maar toen is men de containervervoer versneld gaan ontwikkelen, want er is ook heel veel vraag naar. Dus dat is voor ons ook nog eens heel voordelig. Maar sinds 2014 ontwerpt en bouwt en certificeert dus het bedrijf de gepatenteerde technologie. En onlangs hebben ze aangekondigd dat ze overgaan van de ontwerp- en test- en certificeringsfase naar serieproductie en open commerciële verkoop op de internationale markt. En dat is heel belangrijk, want het belangrijke zakelijke voordeel is vooral de lage marktkosten. En het begint bij 1 dollar per miljoen kilometer. Het kost 1 miljoen om te bouwen per kilometer. Dus als men deze stringtechnologie gaat bouwen, in plaats van miljoenen kost het 1 miljoen. En dit is 3 tot 5 keer lager dan de kosten die men nu maakt voor wegen, spoorwegen en kabelbanen. 1 miljoen is op een makkelijke ondergrond, maar heeft men een moeilijke ondergrond, zoals in de Emiraten, waar het gewoon heel moeilijk is bouwen, dan kan het 8 miljoen per kilometer zijn. Dus gemiddeld zeggen wij dan 5 miljoen per kilometer. Door het gebruik van elektrische stroom, het onbemande rijden en energiebesparende
ingebouwde apparatuur zijn deze elektropods bijna geruisloos. En met speciaal ontworpen PTS-technologie vallen de U-Sky, zoals men het in de Emiraten noemt, transportsystemen ook op door concurrerende bouwkosten. En ze worden ook steeds meer gezien als de meest efficiënte en innovatieve manier om te gaan bouwen. En het is allemaal getest in verschillende klimaatzones in koud en warm klimaat. En de oplossing is door deze lage bezorgkosten voor voor de industrie. De industrie moet nogal veel kosten betalen om materiaal van A naar B te hebben. Dit is minimaal 20% lager. Maar als je dan kijkt voor levering per spoor, dan is het 2 keer en per over de weg zelfs 3 keer. Skyway voldoet aan de toekomstige mobiliteitsbehoeften van Dubai. En de snaren, hier heb ik het nog even goed staan, die in voorgespannen zitten in dat harde omhulsel. Dat is een polymeeroplossing en die beschermt dus tegen zware weeromstandigheden. En dit systeem vereist minder land, minder infrastructuur en het verbruikt bijna 5 keer minder energie dan elektrische voertuigen. Dat is ook in lijn met de strategie die men in de Verenigde Arabische Emiraten wil hebben voor hun nieuwe smart cities. De belangrijkste uitdagingen van de hogesnelheidstransportsystemen zijn vooral de kosten. Als je kijkt in Europa zijn de gemiddelde kosten voor aanleg van hogesnelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. Maar er komt ook nog een jaarlijks onderhoud bij van 100.000 per kilometer. En dat heeft Unity String Technologie niet, want die heeft een gegarandeerd dingen van 100 jaar. En op de wagons zitten materialen die zorgen dat iedere keer de blaadjes of wat dan ook, stof of wat dan ook op de rails zitten, dat dat weggeblazen wordt. Als je dan kijkt naar Hyperloop, de constructie ervan wordt nu al geschat op 50 miljoen. De constructie, hè? Er komt dus nog meer bij. Het is op het moment in de conceptfase, dus het wordt altijd duurder, dat weten we allemaal. Als je dan kijkt naar de Uninsky-stringtechnologie, dat die de kostprijs heeft van gemiddeld 5 miljoen per kilometer en weinig of geen onderhoudskosten, dan gaat dit de hele industrie fundamenteel veranderen. Daar kunnen we zeker van zijn. Men heeft een samenwerking met partners, want men gaat overal in de landen de beste partners die het beste kunnen leveren en de beste kwaliteit, daar gaat men mee samenwerken. En hier is dan onder andere het bedrijf Bekaert uit België. En die levert de strings. Je ziet daar linksonder allemaal rollen liggen en daar zitten allemaal die bekabeling op, die wordt gebruikt. En dit is deze bekabeling die hier ligt, dat is voor de 2,5 kilometer lange spoorstructuur die ze nu in het testcentrum in Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten aan het bouwen zijn. En om te laten zien dat het echt is, dit zijn plaatjes die erop zitten, dan zie je links de pijl staat Bekaert en rechts boven de pijl dat het is voor Uninsky String Technologie. En die zitten hier op elke rol. Dus overal elke rol is dus van Bekaert voor Uninsky String Technologie. Ze hebben nog meer samenwerking met partners. En dat is onder andere het bedrijf Maflek. En die zorgt voor de verlichting, de noodverlichting en alle andere dingen die nodig zijn. Alles eigenlijk, verbruik, deur open en dicht en dit soort dingen. En dit wordt allemaal getoetst volgens de Europese regelgeving. De Europese regelgeving is de strengste wat dat betreft in de wereld. En men zorgt dat het daaraan kan voldoen. En Footprint is een Oostenrijks bedrijf. Die levert het hoogwaardig geharst en gewalste staal voor de productie van de bovenkanten dat 100 jaar mee kan. Als je kijkt hoe groot dat Footprint is, dat is 500 kantoren, 50 landen, 52.000 mensen in dienst. En in het boekjaar 2018-2019, dat is nog gewoon een normaal boekjaar geweest, dan had men een omzet van 13,6 miljard. Maar ook met een bedrijfsresultaat van bijna 1,5 miljard. Dat is verschrikkelijk goed. Footprint is onder andere een bedrijf wat ook samenwerkt met Audi, BMW, Jaguar en Volvo. Ze zorgen dus ook voor die bedrijven dat ze met goede kwaliteit materialen werken. Maar ook wij krijgen dat dus.
En ze werken aan de ontwikkeling van technologieën waarmee het CO2-uitstoot ook op lange termijn verminderd kan worden. En dat is natuurlijk ook een belangrijke eis die je graag van een bedrijf hebt waar je mee samen wilt werken. En in 2019 hebben deze mensen ook het testcentrum van Skyway bezocht, want die willen natuurlijk ook zelf weten dat ze samenwerken met een bedrijf wat gewoon heel goed is. En ze waren dus ook heel erg tevreden daarover. Ze waren enthousiast. En waarom zouden wij een bedrijf ondersteunen om dit te ontwikkelen? Nou, omdat een snartransportmotor geen elektriciteit uitstoot, goed is voor het milieu, geen schadelijke emissies in de atmosfeer stoot, is het denk ik voor ons gewoon heel mooi. Ze hebben weinig grond nodig, 100 vierkante meter, dus niet meer als een bospad. En ook door de locaties die, als je ziet hier links het plaatje, boven de grond wordt een spoorstructuur aangelegd. Dieren kunnen aan de onderkant leven, maar ook wij mensen kunnen gewoon in een mooie natuur leven en wonen en werken. Want er zijn geen wegen meer die alles doorsnijden. Ik denk dat het heel belangrijk en heel fijn gaat worden. De bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventionele vervoer die we nu hebben. En ze verbruiken veel minder energie dan in de auto's. Het is ook veel goedkoper om te bouwen en te exploiteren als de Hyperloop of de monorail waar men nu ook heel veel over praat. Het is gewoon een energiebesparende oplossing met de elektromotors die deels op zonne- en windenergie aangedreven kunnen worden. Maar er zijn nog meer voordelen. Het is 3 tot 5 keer lager dan de kosten van de meest betaalbare conventionele vervoersystemen voor wegen, sporen en kabelbanen. En de unieke elektropods van de Unicont die maken het mogelijk om standaard ISO-containers te vervoeren met een snelheid tot 120 km per uur. En voor een prijs, zoals ik straks al gezegd, van 1 cent per ton per kilometer. Men heeft ook geen dure terminals meer nodig. En de laad- en lostijden kunnen daardoor aanzienlijk verkort worden, want het gaat rechtstreeks naar de plaats van bestemming toe. Dus de belangrijke logistieke problemen zijn daarmee ook opgelost. Sinds 2014 ontwerpt en bouwt een certificeerde bedrijf elektrische overheidstransportsystemen op basis van de gepatenteerde technologie. En onlangs gaan ze dus naar de serieproductie voor de commerciële verkoop op de internationale markt. Daar hebben we al een aantal dingen van meegekregen, want verschillende nieuwsstations, waaronder CNN, die zijn op het park geweest, hebben gekeken en die hebben er heel erg positief over bericht. En ook een beetje lachend van hoe kan dat men door de lucht kan en dat we zo kunnen reizen. We hebben geen auto, we kunnen erin zitten. Er is geen chauffeur en we gaan toch van A naar B. Dus dat vonden ze wel heel mooi. Ook voor de vrachttransportsystemen. Ze gebruiken dus geen door het gebruik van elektrische stroom en geen chauffeur. En de energiebesparende ingebouwde apparatuur van deze bijna geruisloze vervoermiddelen heeft het ook bijna geen impact op het milieu. En zo bieden ze oplossingen voor de lage bezorgkosten die 20% lager kunnen zijn. Maar de belangrijkste uitdaging voor het hoge snelheidstransportsysteem zijn vooral dus de kosten. Ik heb er 2 keer tussen zitten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten van de aanleg van de hoge snelheidswegen 30 miljoen per kilometer, jaarlijks onderhoud 100.000. Heb ik al gedaan, ik ga hier even snel doorheen. Kan ik hier ook in participeren, vragen ooit mensen? Ja, natuurlijk. Wij zijn bijna aan het eind dat alles klaar is. Er zijn 15 fases voor de ontwikkeling van dit systeem. En we zitten nu in fase 14.2. En we gaan naar 15 op het moment als alle dingen die beschreven zijn in 14, dat die gedaan zijn, klaar zijn. Dan gaat men naar 15. En in 15 is het de bedoeling dat de wagon 500 km per uur kan halen. En als dat gedaan is, dan is deze fase klaar in de ontwikkeling. En dan horen we wel wat verder het bedrijf daarmee verder gaat doen. Dus we kunnen via crowdfunding nu nog het bedrijf ondersteunen om de laatste kosten mee te geven dat ze daar kunnen betalen. En daardoor, als wij dat doen, het bedrijf ondersteunen, dan krijgen we daar natuurlijk ook wel een tegenprestatie van het bedrijf voor terug. Maar dan kun je vragen aan de mensen die je hier hebben laten komen luisteren. Die weten wel hoe dat werkt. Alle voordelen zijn dus, het transport op de snarrails beweegt boven wegen en water zonder andere vervoerswijzen te verstoren. Het kan gemakkelijk in elke omgeving worden geïntegreerd. Het neemt minimale ruimte in de grondoppervlakte in beslag en daardoor minimale grondwerving nodig. Dat is ook heel belangrijk.
Bergen, bossen en water zijn totaal geen obstakels. Dat zie je rechts in dat plaatje in het midden. Gaat maar gewoon doorheen. En de vruchtbare grondlaag van alle gronden worden niet vernietigd. En het is niet nodig om het terrein waterpas te maken. Hoe mooi is dat? Samengevat is dit dus een transportsysteem wat innovatief is, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en heel erg milieuvriendelijk. Dan heb ik hier nog een laatste nieuwtje wat we kunnen vertellen. Een paar weken terug zijn deze twee mannen links naar Vietnam gegaan. En die gingen daar gesprekken voeren en handtekeningen zetten, omdat het land Vietnam wil nogal wat gaan investeren in de vervoerssysteem van het Skyways stringtechnologie. En deze twee mannen gingen daar naartoe, helemaal ingepakt, ook nog mutsjes op, dat zie je achter op de rug hangen. Zo moesten ze in een vliegtuig in en gingen ze daar naartoe. Ze zouden 2 weken in quarantaine moeten en dan 3 weken daar gesprekken voeren en dan waren ze weer terug. Toen ze er aankwamen, kregen ze als verrassing dat ze 2 weken langer in quarantaine moesten. En ze hebben maar 1 week gehad om gesprekken te voeren en handtekeningen te zetten. Maar ze zeggen dat ze goede gesprekken hebben gehad en we gaan in de komende tijd horen wat daar verteld gaat worden. Dus we zijn benieuwd. Om alles een beetje terug te kunnen kijken wat ik allemaal verteld heb, want dat is allemaal niet te onthouden, zijn er een aantal kanalen waar men kan kijken. Maak hier een foto van even met je telefoon. Dan kun je naar verschillende kanalen gaan kijken om te zien wat er allemaal ontwikkeld is. En er is ook een whitepaper wat elk bedrijf moet hebben wat wereldwijd wil werken. Dus ga daar kijken en dan zijn we benieuwd. Zijn er nog vragen, dan mag u mij altijd bellen, maar ook mijn collega Earl, waar ik de plaatjes van de Adverhunter heb mogen lenen om jullie te laten zien. En hier staan onze telefoonnummers, maak er ook een foto van. En dan mag u ons altijd bellen als er nog vragen zijn. Dan zijn wij altijd bereid om jullie te helpen om alle laatste vragen nog eventjes duidelijk te maken. Want het gaat wel heel snel hier, maar dit is een beetje de basis wat jullie moeten horen. Nou, daarbij wil ik jullie allemaal bedanken, want dit is mijn laatste plaatje. En zijn er vragen, ik zal even toch terugzetten op de telefoon. Dan kunt u hier nog even kijken voordat we straks afsluiten. Dan zou ik zeggen, nou, bedankt voor het luisteren. Kom regelmatig terug om te luisteren, want wij mogen in de toekomst meer dingen gaan vertellen. Op dit moment nog niet, maar zodra we daar toestemming voor hebben, dan komen we meer dingen. Even wat ik nog wel wil vertellen, deze week komt er een uitnodiging voor iedereen dat we in Nijkerk een presentatie gaan houden op de laatste zaterdag van deze maand. Nijkerk is centraal in Nederland, dus iedereen kan er ook makkelijk naartoe reizen, want de ruimte waar we zijn ligt een 300 meter van het station af. Dus je kunt uitstappen bij het station en dan makkelijker naartoe lopen. En daar ontvangen wij je met een kopje koffie of thee. En dan gaan we daar meer laten zien en meer vertellen. En dan kunnen we beter dieper op ingaan. En eventueel met jullie gewoon persoonlijk nog spreken om alles te verduidelijken. Dus dat was mijn presentatie van vanavond. Dankjewel voor het luisteren. En misschien tot de volgende keer in Nijkerk. Dag.